eerlijke mensen, die brengen het terug. Maar als je het niet terug bent, ja, dan, noem ik dat, dan vind ik het niet leuk. Oh, je houdt hem gewoon? Ja, ik hou hem gewoon simpel. Oké. Okay. Er staat geen naam op dat hij voor jou is. En Jackie wil zoveel zeggen, ik heb met de kamer, dan staan we van alles. Maar wie zegt dat hij voor jou is? Hoi, ik ben Jeroen. Deze week is er in Wageningen een man geweest die 500 euro vond in een pinautomaat en dit wonderbaarlijk genoeg naar de politie bracht. En toen dachten wij, gebeurt dit vaker? En hoe eerlijk is Nederland eigenlijk? Ik heb hier 50 euro, ik heb hier een pinautomaat en dit gaan we testen. Wat goed. Dankjewel. Ja, dit is een experiment. Oké. Je bent live in Nieuwsuur. Nee, wat goed dit. Wat aardig van je. Had jij hem nou ook teruggegeven als het 500 euro was? Of is dat... Nee, was ik hem wel teruggegeven. Ook. En waarom geef je hem terug en neem je het niet zelf mee? Want het is niet van jou. Nee. Tik hem aan. Alles goed? Waarom? Die 50 euro. Wat was u van plan daarmee te doen? Zou ik die terug mogen? Dit is ongemakkelijk. Ja, hij is echt van mij, meneer. Maakt niet uit voor de rest, want ik zou hem ook al oppakken. Maar kunnen we die terugkrijgen wel? Die 50 euro. Zou ik die mogen? Dank u wel. Oh. Nou, meneer vindt het niet heel grappig, heb ik het idee. Ja. Hallo, hallo, hallo. U heeft mijn 50 euro gevonden. Ja, terugbrengen. Wat bent u goed? Want u wilde het naar teruggeven aan de bank, denk ik. Ja, anders ga ik er niet zo mee naar binnen. Nee, dat is ook nog een optie inderdaad. Nou, dat heeft u heel goed gedaan. Dankjewel. Er zijn ook mensen die het gewoon meenemen. Ik weet ze, ik ken ze. Wat vindt u van die mensen die het meenemen? Dat is toch verschrikkelijk. Hè? Voor sommige mensen zijn dat enorme bedragen. En iemand die 50 euro pint, die schijnt niet meer te kunnen pinnen. Nee. Dus ik ga pinnen nu. Nou, tik hem aan. Dank u wel. Okay. Dag. Wat zijn we toch weer lekker kinderachtig aan het doen, hè jongens, met z'n allen. Man, man, man. Man, man, man. Oh, wat leuk dit. Hallo mevrouw. Niet schrikken. Op hete daad betrapt? Ja, nee, ik wilde terugkomen. Want, u was net hier zo. Ja. Dus ik dacht dat het van u is. Ja. Toen ging pinnen, maar u heeft niks gezegd. Dus ik hield het in mijn hand vast. Ik zei, kijk nog of u nog daar stond. Okay. U was eigenlijk een beetje om u heen aan het kijken waar ik was. Ja, om u te geven. Ik dacht, misschien kom je terug, want je hebt je geld niet genomen, want het was al eruit. Ik weet niet of het van de pinautomaat kwam, want u ging pinnen. En ik moet u geloven op uw, ja wat zijn het, donkerbruine ogen? Op mijn dood. Wat vindt u van mensen die het wel gewoon meenemen? Want die zijn er ook. Eerlijke mensen, die brengen het terug. Maar als je het niet erop bent, ja, dan noem ik dat, dan vind ik het niet leuk. Dan ben je oneerlijk. En dan is het stelen gewoon. Nou, tik hem aan. U heeft hem in ieder geval teruggegeven. Nou, dat gaat heel soep. Even een goeie, mevrouw. Kom op, hé. Kom. Nee, mevrouw. Even een lekkere tik. Ik ben niet een man, hoor. Oké. Kun je een vraagje stellen? Ja, mag. Die 50 euro die daar net lag, was u van plan om die mee te nemen? Of denkt u van, die brengen we naar het politiebureau? Nee, die neem ik lekker mee. Oké. Ja. Maar die is van mij? Is die van jou? Ja, maar wie zegt dat die van jou is? Ja, dat heb ik op beeld. Heb jij beeld? Ja, ik heb ook zoveel op beeld. Als ik bij een automaat kom en dan is het 50 euro in, haal ik het eruit, stop ik het in mijn zak. Ja, van de week is een man geweest die bracht 500 euro terug naar de politie. Ja, die nam hem niet mee. Is die goed bij zijn hoofd? Oké. Ja, heel simpel. Als ik 500 euro vind, dan ga ik niet naar de politie toe. Maar u keek ook niet echt om u heen van, heeft iemand anders dit laten liggen per ongeluk? Ja, want er stond ook niemand anders. Ja, maar misschien dat iemand net was weggelopen. Ik was pas net weg. Je kan weggelopen zijn, het zit in die automaat. Dus de eerlijke vinder is van mij. Oh, u houdt hem gewoon? Ja, ik hou hem gewoon simpel.
Oké. Okay. Er staat geen naam op dat die voor jou is. Ja, ik wil zoveel zeggen, ik heb er komen, dan staan we van alles. Maar wie zegt dat die voor jou is? Dat is nou van mij, want dat is in nou mijn zak. Oké. Ja. En wat gaat u ermee doen dan? Ik ga even naar de Jumbo, even een sigaret en boodschapjes doen. En vandaag gratis dag. Ja. Maar mensen kunnen een foutje maken, toch? Ik heb gewoon een foutje gemaakt. En dan heb je een dom foutje gemaakt voor 50 euro. Ja, heel simpel. Ja, wat moeten we hier nou mee? Ja, nou, we doen wat je niet laten kan. De aangifte doen bij de politie. En ik zeg, ik heb een fijne dag en jij ook. Wel plezier. Ja, dag. Volgens mij ben ik hier live op straat beroofd. Net. Nou, geld is weg. Video, ook ten einde. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog als je een toffe video vond. Abonneer op het kanaal van De Telegraaf. En laat ons even weten, wat zou jij nou doen? Als jij geld vindt van iemand anders in een pinautomaat, loop je dan de bank in? Bel je de politie? Steek je het lekker in je eigen zak? Laat het even weten. Ik ben weg, jongens. Op zoek naar mijn geld. Doei!